Bent u thuis en valt uw stroom ineens uit? Of komt u thuis en gaan de lichten niet meer aan? Dan heeft u te maken met een stroomstoring. In deze film leggen wij uit wat u zelf kunt doen om dit op te lossen en waar u terecht kunt als dit niet lukt. Een stroomstoring ontstaat vaak door kortsluiting. Deze kortsluiting kan in uw bedrading zitten, wat we de elektra noemen, maar ook in een van uw apparaten. Als de stroom door kortsluiting niet wordt afgesloten, kan er brand ontstaan. Daarom is uw huis beveiligd met een aardlekschakelaar die alle stroom in één keer uitzet als er ergens kortsluiting is. Soms kan er gewoon een storing ontstaan in de wijk. Dan hebben uw buren bijvoorbeeld ook geen stroom. Om te zien of er een storing bij u in de buurt is, kunt u bellen met het landelijke storingsnummer of kunt u kijken op deze website. Bent u de enige die een storing heeft? Dan beginnen we even in de meterkast. Als de aardlekschakelaar hier naar beneden staat, is het tijd voor de stekkerproef. Hierdoor komt u erachter of er een storing is in één van uw apparaten of dat het probleem in de algehele elektra zit. Voor u de controle kunt uitvoeren, is het nodig om alle groepen uit te zetten. Dit betekent dat alle schakelaars naar beneden staan. Schakel nu deze aardlekschakelaar weer in door de schakelaar omhoog te zetten. En zet aansluitend alle groepen één voor één weer omhoog. Gaat dit goed? Dan gaan we naar stap 5. Mocht dit misgaan en valt de aardlekschakelaar weer uit, dan heeft u gevonden in welke groep de kortsluiting zit. Schakel de groep schakelaars weer uit. Vervolgens trekt u alle stekkers van alle apparaten in de groep uit de stopcontacten. Let op dat u ook eventuele stekkerdozen uit het stopcontact trekt. Ook in deze stekkerdozen kan namelijk kortsluiting ontstaan. Als alle stekkers uit het stopcontact zijn, kunt u de aardlekschakelaar weer inschakelen. Als het goed is, gaat het licht weer branden, behalve in de groep waar u de schakelaar nog uit heeft staan. Schakel nu ook deze groep weer in. Valt de aardlekschakelaar nu weer uit, dan heeft u een probleem met de elektra en dient u contact op te nemen met Vesteda. Als stap 3 goed gegaan is en alle schakelaars staan weer omhoog, gaat u één voor één de stekkers weer terugplaatsen. Het is belangrijk dat u voordat u de stekker in het stopcontact terugplaatst, het apparaat aanzet. Valt de aardlekschakelaar uit op het moment dat u een stekker terugplaatst, dan zit het probleem vermoedelijk in het apparaat. Om zekerheid hierover te krijgen, haalt u de stekker van het betreffende apparaat weer uit het stopcontact. Zet u alles aan in de groepkast en sluit hetzelfde apparaat weer aan op een ander stopcontact. Valt de stroom dan weer uit, dan geeft het apparaat kortsluiting. Gebruik dit apparaat dan niet meer en zorg ervoor dat het ook niet meer gebruikt kan worden tot het is gerepareerd. Blijf nu alles goed staan. Sluit dan een ander klein huishoudelijk apparaat op datzelfde stopcontact aan waarbij u zojuist kortsluiting heeft gehad. Geeft dit opnieuw een stroomstoring, dan zit het probleem in uw elektra en heeft u een elektricien nodig. Maak dan een melding aan via Mijn Vesteda. Het kan ook zijn dat geen van uw apparaten kortsluiting veroorzaakt en dat het probleem ook niet in een van de stopcontacten zit, maar dat de stroom toch blijft uitvallen wanneer u gewoon uw ding doet. De kans is dan groot dat er sprake is van een overbelasting. Dit kunt u voorkomen door de groepenkast uit te laten bereiden. Neem hiervoor contact op met Vesteda via het Mijn Vesteda platform. Hopelijk heeft u weer stroom en anders zien we uw melding verschijnen in de Mijn Vesteda omgeving. We hebben ook een video gemaakt over Mijn Vesteda, waar u ziet hoe u hier kunt inloggen. Bedankt voor het kijken en voel je thuis bij Vesteda.